ging allemaal zo snel, voordat ik het wist was voorbij. De overvallers rennen meteen op Rodney af. De een met een hamer en de ander met een pistool. De twee bedreigen hem en vragen om geld. Binnen een paar minuten staan ze weer buiten met honderden euro's van de zaak. Ik ging van alles door me heen natuurlijk. Ik was enorm geschrokken. Ja. Ja, en ik dacht van ja, neem het maar mee en laat me met rust. Ja, het is wel demotiverend. We zijn hier nu 3 jaar bezig. We proberen iets moois op te bouwen en er zijn altijd mensen die dat willen verpesten. Dus dat is wel heel vervelend. De beste vriend en mede-eigenaar Giovanni was onderweg naar de zaak toen de overval plaatsvond. Ook hij is geschrokken, maar is blij dat de overval niet anders is afgelopen. Ik ben echt blij dat niks gebeurd is. Dat geld kan me gestolen worden, maar dat hij veilig is vind ik het belangrijkst. Het is niet de eerste keer dat de winkel in Heerhugowaard is overvallen. Maar 2016 hebben overvallers 2 keer in 1 week duizenden euro's aan apparatuur meegenomen. Vorige keer lag ik lekker te slapen en toen werd ik gebeld dat er een ramkraak had plaatsgevonden. Toen zijn ze met een auto hier naar binnen gereden. Toen hebben ze alle vitrines kapot geslagen en de spullen meegenomen. En nu kwamen ze gewoon echt op het geld. Vandaag is Rodney wel gewoon weer aan het werk, ondanks dat hij flink geschrokken is. Ook heeft hij vandaag aangifte gedaan bij de politie. En Rodney heeft nog een tip voor de overvallers. Ga wat doen met je leven. Ga werken. Misschien is een leuke stageplek voor jullie hier een optie.